Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe video en vandaag gaan we lekker glijden. En wie als laatste beneden is, is een Oen. Is het dat, Alana? Maar luister eens even, ik zweer het je. Ik kon vandaag niet slapen, Mickey Mouse lag onder mijn bed. Maar ja, ik ben ook een beetje stom geweest. Ik had je video maar niet geliked. Tja, wie liked dan ook mijn video niet? Je moet mijn video liken als je Mickey Mouse onder je bed wil. Je hebt gelijk. En dat was best wel eng, want we mogen bijna opeten. Het is ook op tijd dat geliked wordt als het Mickey Mouse wordt opgegeten. Dan weten jullie wat jullie moeten doen, mensen. Liken van me deze video en je moet ook abonneren, want anders komt Mickey Mouse straks opeten. Dankjewel, laten we lekker gaan glijden. Goed plan, wie als eerste beneden is, wint. Nou, laten we lekker van de glijbaan afgaan. Ik hoop dat als eerste beneden ben. Ik zweer het je, ik wil geen Oen zijn. Oké, daar gaan we dan. We zien de kleur rood en we zien de kleur wit. Rood, wit en rood en wit. Oké, dames en heren, dat is wel een mooie kleur. Maar hoe lang heb je de vakantie? Want als het goed is, gaan jullie volgende week helaas wel weer naar school moeten. Heb je er weer een beetje zin in school of niet? Want eerlijk, de kerstvakantie zit een beetje op. Het is natuurlijk januari. Maar voor YouTube, ik moet wel zeggen, ik ben heel blij met jullie. En dankjewel voor jullie support allemaal. En wat krijgen we nou? We komen gewoon Mickey Mouse tegen. Wat doet Mickey Mouse hier? Hallo Delano, ik heb het ook al tegen zoontje Tim gezegd. Wij gaan vanavond lekker naar de McDonald's. Of jullie moeten om 3 uur start bij de McDonald's zijn. Anders kom ik achter je aan. Oké, Mickey Mouse, een beetje raar. Grapje, kom gewoon 3 uur start bij de McDonald's, ja? Oké, duidelijk, 3 uur start bij de McDonald's. Ik zou mijn zoontje even doorgeven. Die is altijd fan van de Mac. En dan komen we aan in het water. Laten we lekker zwemmen. Ik denk dat het wel een goed idee is om dat even te doen. En dan van de kant toe, hè? Nou mensen, wij komen dus lekker weer uit het water. En ik denk dat de hoogste tijd is om even in de auto te gaan stappen. Want ja, eerlijk, dat is wel een goed idee. Hé, hey, Delano, heb je het ook al gehoord? We gaan vandaag naar de McDonald's, toch? En of we krijgen het namelijk een Mickey Mouse Happy Meal. Wat leuk dit. Mickey Mouse, hij is niet pluis. Hij is zo lief. Hij is een dief. Oh, wacht, dat is het niet. Nee, ik wou net zeggen. Mickey Mouse is geen crimineel. Het is Mickey Mouse, geen Mickey Mouse. Dat zei ik net. Maar goed, laten we lekker naar de McDonald's gaan rijden. Maar je hebt eens een toets, neem ik aan. Ja, ik heb de toets aardrijkskunde. Maar wacht eens even. Het is voor een kerstvakantie. Dus wat moet je ineens op school doen? Ja, ik moest namelijk inhalen. Wat een stomme school zegt. Laat ze gewoon de vakantie naar school komen. Dat kan dus echt niet, hè? Wat denken die lui wel niet? Alsof je geen leven hebt. Inderdaad. Nou ja, weet je wat? Je moet het maar doen ook. Want anders heb je maar een cijfer. Dan word je van school gekikt. Dat wil ik ook niet hebben. Tot daar, mensen. En minimaal 6, hè? Anders geen happy meal voor jou vanavond. Oké. Krijg nou wat. We komen dus bijna aan op school. Heb je een beetje honger? Ja, en of ik honger heb. Nou, mooi om te horen. Dan ga ik je even afzetten en dan komt het goed, toch? Ja, ja. De favoriete plek van jou, toch? Totaal niet. Wat een stomme rotplek is dit. Komt goed, jongen. Ik ga er even uit, zou ik zeggen. Ik zie je vanavond. Oké. Oh, ga ik even een peukje opsteken. Hé, hey, wat denken we niet, hè? Au, oh. Een beetje mijn zoontje lopen bang maken. Ben je helemaal bestoten met het hier? Die kun je krijgen ook. Pak het dan, hè. Hier, ik ga je doodmaken, vriend. Hé, hey, doe eens even normaal, joh, gek. Wat denk je wel niet te doen, hè? Gek dat je bent. Hier, je gaat even lekker liggen. Je gaat helemaal niks tegen mij beginnen, achterlijke idioot. Bam, hè? Durf je wel tegen mij? Nee, liggen jij. Ik wil niks met mij te maken hebben hier. Neem even een nap en ik wil je niet meer horen. Dag. Nou, die heb ik even mooi te pakken gehad. Laat ik even snel wegwezen hier. My god, wat is hij gemeen tegen me, zeg? Wat een akel. Laat ik even door gaan rijden naar de volgende locatie. Ik denk dat het wel goed uitkomt. Maar wacht eens even. Volgens mij moet ik eerst helemaal naar huis toe. Want ik moet mijn schatje lief zien. Weet je wat? Ik zie je weer zo thuis. Oké, dames en heren. We komen dus bijna aan bij mijn liefie. En ik denk dat de hoogste tijd is om even lekker naar binnen te gaan. Oké, dus hier moet het al zijn. Ik heb mijn auto bij de oprit moeten neerzetten. En we gaan eens even naar binnen. Ik bedoel, niet dat ik moet gaan tollen natuurlijk. Ach ja, weet je, dat hoort er ook een beetje bij. We blijven toch een prachtig huis, hè? Laat ik even mijn auto gaan stalleren. Ik denk dat de hoogste tijd is om even lekker naar binnen te gaan. Zo, eindelijk thuis na een lange dag. Jeetje, meneetje zeg. Ik moet even mijn lieverd even iets vertellen. Want ik weet niet hoe zij er een beetje in staat dat ik überhaupt aan de McDonald's ga met mijn zoon. Maar hij moet eerst een 6 halen. Lieverd, ik ben weer terug thuis. Joehoe. Hey, lieverd. Oh my god, wat ben je even stijf, zeg? Hier, kom eens even lekker zwemmen. Delano, ik heb een leuke verrassing voor je. Juppie, ik heb iets gereserveerd. Als jij die stomme zo gedaan. Ik weet niet, wat heb je gereserveerd dan? Wij kunnen vannacht al vertrekken. Maar vanavond gaan we eerst even uitgebreid uit eten. Heb ik speciaal voor ons gereserveerd. Zodat we morgen lekker naar Londen kunnen gaan. Juppie. Oh, leuk. Er is alleen één probleempje. Kijk, naar Londen kunnen we best doen. Maar ik moet vanavond al even iets met mijn zoon gaan doen. Wat nu weer, Delano? Vertel het eens. Ik heb mijn zoontje nou ook iets beloofd. En dat is dat ik met hem straks even naar de McDonald's moet gaan. Want we gaan zo meteen even lekker eten samen. Naar de McDonald's? Wat zeg je me nou? Ik heb het heel leuks voor jullie gereserveerd. Dan ga je er zo mee om. Je weet toch hoe hij is. Als hij een dag geen happy meal krijgt, dan wordt hij maar gek en wordt hij panisch. Zo ga je er niet mee om. Je moet leren je zoon onder controle te hebben. Weet je wat? Als jij lekker met je zoontje liever wil weggaan, in plaats van duur aan een restaurant en een weekendje Londen, dan ga je dat toch lekker doen? Ik zoek wel iemand anders. Dan ga je maar met iemand anders. Dan gaan we in ieder geval naar Londen toe, maar even niet uiteten. Fijn! Dan weet ik ook weer aan welke kant je staat. Doei doei! Ja, dag! Oh my god, ik vind het wel verschrikkelijk, man, die ruzie. Oh. Hey, kan je gewoon horen hoor? Nou, ik vind het verschrikkelijk, alsjeblieft. Jeetje, meneetje, als ik geen gevoelens mag hebben. Is het nou echt zo erg? Moet ik gewoon iedere keer als een robot gaan leven? Nou, dan kan ik beter mezelf gelijk. Nee, ik kan het niet zeggen. Laat ik even de auto gaan pakken en dan ga ik even lekker wegrijden. Weet je, ik heb mijn zoon even ophalen van school. Misschien dat hij zijn toets heeft gehaald. Eerlijk, misschien is het enigszins wel gelijk. Dat hij in ieder geval op school zit, maar ik weet het niet. Ik snap wel dat we bijna niks meer leuks samen doen. Maar ja, dat kan toch ook op een ander moment. Want ik vraag natuurlijk vaker door aan haar. Maar dan kan ze weer niet, want dan moet ze met de vriendinnen zelf spreken. Of dan gaat ze een keer op stap met de vriendinnen. En gelukkig, ik vertrouw haar erop wel hoor. Maar dit is natuurlijk niet de manier. Kom op. Ik bedoel, ik plan één keer wat en dan wordt het
gelijk zo. Altijd als er een nieuwe Happy Meal uitkomt in de McDonald's, sta ik met mijn zoon naartoe, omdat hij de gek op is. En mijn ouders vinden ook altijd leuk. Dus wie houdt nou voor de gek? Oké, zij is daar wel niet voor, zo gek van. Maar weet je wat? Het zal ook allemaal wel. Ik zie je weer bij mijn zoon. Nou, wij komen ook weer lekker op school aan. En jeetje, die man ligt er nog steeds. Heeft nou niemand hem opgeruimd? Ja, opgeruimd staat netjes toch? Haal de afval eens een keer op, zeg. Want doet die man daar nog steeds dood op straat? Laat ik even naar binnen gaan. Het is dus in dit gebouw. En legends zeggen dat het mensen nog steeds in het smerige gebouw zitten. Wat een rot gebouw is dit in godsnaam? Dit is toch geen reet aan hier zo? Eeuw, wie heeft het überhaupt ooit bedacht? Oké, dus hier moet ik even doorheen. En oké, dan gaan we proberen over te springen. Gaat het maar lukken, jongens? Oink, een ouch. Oké, dat lukt dus niet. Het zal ook allemaal. Ik moet even de wc zoeken. Hé, wat gebeurt er nou? Help, alsjeblieft, help me! Wat zullen we nou krijgen? Hé, wat gebeurt er? En hé, wat heeft dat te betekenen? Stop er eens mee. Dit kun je niet maken, vriend. Hier, een beetje gek doen. Hé, stoppen. Dit gaan we niet laten gebeuren. Kappen dan nou, hè? Alsjeblieft, zeg. Dit gaan we niet doen. Hier, lig jij. Nee, wat doe je met mijn zoon, gast? Oh my god. Oh, nee. Oké, jij gaat er ook aan, vriend. En wat denk je wel niet? Bam, dit is wat je kunt krijgen. Wat de hel gebeurt hier allemaal? Is alles in orde met je? Ja, met mij is ook alles oké. Laten we snel naar de auto gaan. Oké, top. Laat ik even snel naar buiten gaan. Ik denk dat het een goed idee is, man. Oh my god, wat gebeurt er ook allemaal? Hé, en nu kan ik er wel overheen springen. Houd mezelf nog echt voor de gek? Ja, dat doe ik. Oké, dames en heren. Ik denk dat het lekker de hoofd sluit om even naar buiten te lopen. En laten we even heel snel naar de auto gaan. Want we moeten hier even pleiten, hoor. Alsjeblieft, zeg. Nou, het kind is al voor me al ingestapt of niet? Ja, hoor. En natuurlijk, hij stapt al in. Laten we even snel naar mijn ouders gaan, ja? Waarom niet naar de ouders? Hoe kunnen die gelijk naar de Mac dan? Kunnen we wel doen, maar dan gaan we daarna doen, toch? Is het met mijn ouders? Misschien wel mijn ouders. Ook aan McDonald's, weet jij het? Je wil al naar je ouders, dan weet ik van wat. Het is altijd hetzelfde ritueel met jou. Ja, ik weet het. Je bent ook een beetje eenzonig en saai, maar ja, dat zijn wij een beetje, weet je. Wij zijn gewoon saai en stelle mensen. Je bent echt oerzaai, Delano. Dat de mensen überhaupt al een YouTube kanaal kijken, dat snap ik echt niet. Mijn kanaal gaat beter nooit, dus ik snap het wel. Voor mij is meer motivatie om real life videos te maken. Maar mensen, laat even in de comments achter. Vind je het leuk om real life videos te maken of gaming video's? Laat even achter. Dus zie graag liever dat ik op straat ben of dat ik in GTA zit. Ik ben echt wel benieuwd naar jullie mening. Kijk, op Daily doe ik gewoon lekker real life videos en op Daily Gaming doe ik dit soort dingen. Maar ook daar komen nog twee verhaal achter video's. En ik moet een beetje vooruit werken, want ik ga aankomende week alweer op vakantie. En ja, ik moet dus wel video's klaar hebben staan. Dus ik ben nu extra hard voor jullie aan het werken, zodat altijd video's online kunnen komen. En dat ik op vakantie kan om nog meer leuke video's voor jullie te maken in het buitenland. Maar waar, dat hou ik nog even geheim. Waar denk je welke vakantie ga en waar denk je dat ik hele leuke video's ga maken? Laat even achter in de comments. Hallo pa, hallo ma, ik ben weer thuis. Hey, leuk dat je er bent. Ja jongen, wat moet je? Dat kan ik wel vriendelijker. Hey, maar luister, zijn we nieuwe Happy Meals uitgekomen? Zouden jullie een Happy Meal willen? En of dat ik een Happy Meal wil? En anders ik wel. Mooi, ga ik voor jullie regelen. Zo, dat betekent dat ik één ding even ga doen. Even de Happy Meals regelen en dan ga ik even de deur uit. Ik denk dat het een goed idee is om even de auto te gaan pakken en eens even naar de McDonald's te gaan. Nou jongen, we kunnen in ieder geval weer iets regelen. Kijk, mooi. Oké, dat betekent maar één ding, dat ik even de deur uitrij. Ondertussen gaan we samen even een Happy Meal eten, toch? Ja, en of, ik heb honger. Ja, ik heb anders ook wel honger gekregen. Wat denk je wat erin zit? Ik denk Mickey Mouse. Ja, ik hoop het voor je, misschien dat we ook Mickey Mouse krijgen. En of. Nou weet je wat mensen, ik zie weer bij de McDonald's. En dan komen we dan eindelijk aan bij de McDonald's. Yay, kun je even ons alle vier halen alsjeblieft, dan blijf ik zitten. Live anders, tuurlijk. Dat komt wel goed. Nou, dan ga ik zo even naar binnen toe en dan ga ik even een Happy Meal halen. Hallo meneer, zou ik alsjeblieft vier Happy Meals mogen? Ja, tuurlijk. Verder nog iets? Nee, ik wil alleen maar het korting. Krijg je niet, vriend. Kost je dan 50 piek. 50 piek? Oké, nou ja, het zal wel. Hoezo is het allemaal zo duur dan? Inflatie, vleesbelasting, suikerbelasting, plastic toeslag, kartontoeslag, papiertoeslag, toeslag voor het omhakken van bomen, kleurstoftoeslag, vettoeslag en noem maar op. Zeg, wat uitgebreid dit. Oh my god. Nou ja, dat zal dan wel weer. Kijk alsjeblieft, meneer. Dankjewel. En eet smakelijk. Dankjewel. Nou, volgens mij gaat er ook nog binnenkort echt het uitzien ook. Jeetje, meneertje, €50 voor 4 Happy Meals. Mijn god, Nederland is knettergek. Ja, in dit geval Amerika dan. Maar over het algemeen, Nederland is een knettergek land geworden. Op alle gebieden, gek gestoord en noem maar op. Ik wil meer zeggen dan ik eigenlijk doe, maar ik zeg maar, ik hou niet van het wokisme. Nee, want dat woke doe, daar houden we niet van. Maar weet je wat, dames en heren, laten we lekker rijden en we zijn een beetje ravage aan het veroorzaken. Ja, komt helemaal goed, jongens. Ik zie jullie weer bij mijn ouders. Nou, dames en heren, wij komen dus weer lekker aan bij de ouders en laat ik even hier gewoon naar binnen gaan. Ik denk dat het een verstandig idee is. Oké, de deur gaat open en gaat hij nou een politie bellen, ouders op mevrouw? Mijn maag is sodemieterd. Hè? Ik ben zo terug, jongen. Oké. Nou, mooi. Papi, mami, ik ben weer terug thuis. En wat is met jullie gebeurd? Nee, ik heb Happy Meals voor jullie. Wat? Oh nee, bloed is overal te zien. Hoe kan dat nou in godsnaam? Dat heb ik niet gedaan. Oh my god. Ik ga eens even kijken. Misschien is er iets met tennisveld ermee te maken. Ik durf het even niet te zeggen, man. Oh, laat ik even gaan kijken ook. En wacht eens even. Wat doet Cartoon Kid daar? Wat heeft dat te betekenen? He's crazy, man. Hey, die gaan we niet laten gebeuren, hè? Wat denk je wel niet? Ouch. Au, oké, dat doet wel een beetje pijn. Cartoon Kid, wat heb je nou gedaan, hè? Nee. En nou wegwezen. Zeg, als je wil gaan matten, dan mag je het ook zeggen, hoor. Hier, dan pak het aan dan, hè. Bam. Dit is wat we gaan doen. Hoppa. Een Cartoon Kid.
Wat een plafaar ben je zeg. My god. Nou, die hebben we niet van mooi te pakken gehad. Beweeg je niet meer, hè? Achterlijk idioot, Taiwan. Hersenozen, ik zweer het je. Laten we terug naar de auto gaan. Er is even geen andere keus. Wat een chaos tegenwoordig in de straat, maat. Ik hoorde alles oké met mijn zoon, maar dan gaan we eens even checken. Nou, ook weer terug bij de auto. Laten we even ingestappen. Nou, jongen, ik hoop dat je lekker gesmuld hebt. En ik weet niet eens wat er in die Happy Meal zat. In mijn zat in ieder geval een Mickey Mouse poppetje. Oh my god, maar wat is met mijn zoon gebeurd? Hoe kan dat nou weer? Natuurlijk, dat was gewoon een val. Tuurlijk wou hij me erin luizen. Ik ging naar binnen toe om Mickey Mouse te zoeken. En volgens kan cartoonken tegen dat Mickey Mouse zeker mijn kind mee kan nemen. Laat me maar raden. Ik ben ook niet meer achterover gevallen. Weet je wat, mensen? Ik ga even lekker naar huis toe en we zien het allemaal wel. Ik ben ondertussen wel een beetje klaar met me. Ik ben ook een beetje settled in mijn man. Want wat er allemaal gebeurd is, dit kan toch niet langer zo? Oh, wat heffen, wat zeur ik ook. Ik zie je gewoon thuis, oké? Okay? En dames en heren, wij komen natuurlijk weer bijna terug thuis aan. En dat betekent maar één ding: dat ik even naar binnen ga en even mijn dingen doen. Want ja, ook dat moeten natuurlijk gebeuren, nee. Laat ik eens even naar de poort komen. Ik denk dat het een verstandig idee is. Nou, laat ik even de auto neer gaan zetten. Nou, en even uitstappen natuurlijk. Hoort er ook bij. Liefje, ik ben thuis. Waar ben je dan? En waar zijn we weer gebleven? Hè? Waar is zij? Hoe kan ze ineens verdwenen zijn? Wat is dat voor iets raars? En nee, dit meen je niet. Oké, laat ik eens even kijken wat op de tafel staat. Oké, ik vind die nou ook een... Wat? Een recorder? Oké, ze heeft waarschijnlijk een spraakbrief via een recorder gedaan, zodat ze mijn nummer kan blokkeren. Wat is dat voor iets doms? Beste Delano, ik hoef je nooit meer te zien. Je zoekt hem maar uit. Wacht, wat? Ben je serieus? Oké, dat ga ik niet toelaten. Als ze dit al zegt, heb ik idee dat ze in het restaurant zit met iemand. En daar hou ik aan. Ik heb er geen goed gevoel bij, ik meen het. Laat ik er even lekker op afgaan. En eens even lekker veel gas gaan geven. Ik denk dat het een goed idee is. Alleen dit ging niet helemaal goed. Oh my god. En ik knal weer even een lantaarnpaal voorbij. Nou, en we zijn dus lekker weer op de snelweg. Let's go. Oeh, oh my god. Oké, en hier hebben we een autootje voorbij staan. En we hebben nog meer auto's. Hartstikke fantastisch. En we zijn dus iedereen aan het inhalen. Van links, van rechts, van voor naar achter. Ik weet het allemaal niet. Maar weet je wat, mensen? Ik zie er weer bij haar. En dan komen ze aan hoor, bij het pretpark. Wat een fantastische plek is het ook. Hè. Laat ik er even lekker op afgaan. En als het goed is, moeten we namelijk hier ergens zijn bij het restaurant. En dan gaan we even kijken of het ook zo is. En is het zo? En wacht, wat? Oh nee. Are you kidding me? Wat? Met Mickey Mouse? Wat doet ze met Mickey Mouse hier zo? Zo, ik snap al dat je met de lange weg bent gegaan. Inderdaad, ik hoef er niets meer te maken te hebben. Zijn ze naar boot aan het kijken of wat zijn ze hier aan het doen? Hey, wat heeft het te betekenen dan, hè? Laat me rust. Krijg nou wat? Wat heb je nou weer te betekenen dan, hè? Hier, dit gaan we niet accepteren. Dit is wat we jullie doen. Bam, zo. Val er maar lekker uit. En daar lig je dan beneden. Sorry, ik heb er geen medelijden mee. Maar als je dit al gaat doen, dan heb ik nul respect voor je. Ik ga lekker wegrijden, want ze komen er nog niet meer voor als ze geld halen valt, hoor. Alsjeblieft, zeg. Ja, wie wil toch zo'n lelijke jongen als ik? Niet hij in ieder geval. Maar goed, weet je, ik ga even lekker gas geven. Dan komen we als goed is wel weer zo aan bij de McDonald's. Maar wacht eens even. Dan zijn we toch al in de buurt. Het is 3:00 s'nachts op dit moment. Het is 3:00 s'nachts en ik zie een kind. Daar is Horrorsint. Wie kent dat liedje nog, mensen? Laat even achter in de comments. In ieder geval, Horrorsint of geen Horrorsint, wij komen dus bijna lekker aan. Kind of geen kind, ook dan nog. Auw, oh my god. Ik mag wel wat voorzichtig kunnen rijden, want ik ben mijn hele auto nogal om iets aan het rijden hier zo. Maar als het goed is achter de McDonald's. En ja hoor, laat even gauw naar binnen gaan. En nu is het tijd om even naar binnen te gaan, want ik moet hier dus om 3:00 staan. Nou, daar ben ik dan. Zo, hallo, zou ik een Happy Meal mogen bestellen? Hallo, is er iemand? En wacht, wat is er met jou gebeurd? Oh nee, wat de hel, hoe kan dat nou weer? Oh nee. Oké, laat ik even heel snel naar beneden gaan. Maar misschien dat ik hier iets kan betekenen. Hé, hey, Tim, wat doe jij hier zo? Ja, help alsjeblieft. Wat de hel, wat doet Mickey Mouse hier zo ineens? Oké, Mickey Mouse, hier ga ik je gras over laten groeien. Wat denk je wel niet, een beetje gaan doen, hè? Hey, stop. Zo, dit is wat we hier doen. Hoppakee. Durf je wel tegen kleinkind. En wacht, Mickey Mouse staat er ook bij de pier. Waarschijnlijk is het horen, Mickey Mouse. Dat kan niet anders. In ieder geval, mensen, bedankt voor het kijken naar deze video. Like, abonneer en ciao.